Good boy. Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. In deze nieuwe video gaan wij kijken naar katten en honden die last krijgen van brain freeze. Maar niet alleen naar dat, maar ook naar honden die kunnen praten. Het lijkt mij super grappig als je gewoon voor één dag je eigen huisdier zou kunnen verstaan. Wat zou ik tegen jullie zeggen? Laat in de comments weten of jullie een huisdier hebben. En als je geen huisdier hebt, welk huisdier je dan zou willen hebben. Ik heb er in ieder geval super veel zin in om deze video te kijken. En schijnbaar gaan we in deze video ook een hondje zien wat gaat schelden. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Het is je boy DutchTuber. Like deze video voor extra geluk in je leven. Abonneer op mijn YouTube kanaal als jij geen normale baas bent, maar een opperbaas. En let's go. Dus deze kat die gaat schijnbaar last krijgen van brain freeze tijdens het eten van ijs. Oké, hij chopt die ijs, jongens. Oh my god. Dat was zo cute. Hij ging echt letterlijk helemaal... Brain freeze is vervelend. Kijk naar dat hoofd, jongens. Dit is toch gewoon fantastisch. Deze kat die gaat schijnbaar de raarste geluiden ooit maken. Ik heb geen idee wat ik zou doen als mijn kat die geluiden maakte, maar ik zou een beetje bang worden. Wow, probeert hij iets te zeggen of zo? Like... Wat de hel? Wow. Wat een eng gegrom. Deze kat die gaat ook last krijgen van brain freeze. Hij chopt die ijs. Hij chopt die ijs. Oh, kijk dat hoofdje. Oh, dit is zo cute, jongens. Holy shit. Het meisje is lekker ijs aan het eten, jongens. Oh my god. Dit is zo schattig. Ze heeft echt gewoon ernstige last van brain freeze. Oh my god. Oh, dit is zo zielig, jongens. Ik zeg je heel eerlijk, dat was echt heel schattig. En hier hebben we dan eindelijk het hondje wat schijnbaar gaat schelden. Remy, kom. Remy, sit. Speak. Fuck. Good boy. Wow, dat was zo leuk. Let op. Let op. Speak. Fuck. Good boy. Uiteraard is het natuurlijk niet echt en is het achteraf ingesproken, maar dit is zo schattig en gewoon grappig tegelijkertijd. Dit hondje gaat de gekste dans ooit doen. Oké, jongens, hebben jullie ooit een hond en een mens in één gezien? Bij deze dan. Oh my god, jongens. Hij chopt die menu. Alsof het zijn laatste is. Oh, dit is zo schattig. Kijk dan. Oh my god, dit is gewoon echt fantastisch. Dit is gewoon echt fantastisch. Even serieus. Hello. Hello. It's me. It's me. Fantastisch dit. Lexi. 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 Dat klonk echt als een Pokémon gewoon. Smile. Oh my god. Smile. Kijk smile. Dat lachje. Oh, dat is zo cute. Oké, jongens. Deze hond gaat proberen de loopband op te gaan. Oh my god. Oh, wat gaat deze hond doen? Oh, kijk daar. Hij probeert zijn balletje te pakken, maar het lukte niet. Wow. Oh shit, die hond kon hoog springen. Kijk dan. Holy moly. Oh my god, jongens. Oh, deze kat die wil naar binnen. Je hoort dat geluid. Oh my god. Oh, hij wil naar binnen, jongens. Hij is aan het schreeuwen. Laat me naar binnen. Laat me naar binnen. Kijk wat een lief beestje. Hij zegt, laat me naar binnen. Laat me naar binnen. Hij is buitengesloten, denk ik, jongens. Kijk hoe cute. Oh, boze kat. Don't you hiss at me. Hij wil zo graag naar binnen. Dus besef dit, jongens en meisjes. Deze man die werd wakker door een raar geluid. Hij loopt naar zijn deur toe en kijk hoeveel katten er random staan. Kijk, hij loopt naar zijn deur toe en beseft dat deze katten niet van hem zijn. Er staan gewoon 2, 4, 6, 7, 8 katten voor zijn deur. Gewoon out of nowhere. Die katten die zijn niet eens van hem. Hij is niet eens de eigenaar ervan. Maar kijk hoe cute, jongens. Stel je eens voor, je wordt 's ochtends wakker en je ziet gewoon letterlijk... Wat? Zoveel katten voor de deur staan. Dat is insane. Oh my god. Ze lopen ook gewoon naar binnen, alsof ze gewoon daar wonen. Kijk dan. Oh, dit is echt legit, echt super lief, jongens. Like als jullie dit ook lief vinden. En als jullie het ook grappig zouden vinden als er in één keer 12 katten voor je deur staan of zo. Kijk dan, jongens. Dit is toch fantastisch. Oh, dit is zo, zo lief, hè, jongens. Hier word ik gewoon blij van. Nevertheless, jongens en meisjes. Vonden jullie dit nou een leuke video? Dan kunnen jullie me natuurlijk even een blauw duimpje omhoog geven. Abonneer ook zeker op mijn YouTube-kanaal als jullie dat nog niet gedaan hebben. Like deze video als je ook houdt van dieren zoals katten en honden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Adios.